Radio-DJ Giel Beelen besteedde er vanochtend aandacht aan in zijn ochtendshow. Ik hou natuurlijk vanochtend alles in de gaten, ook wel de regionale omroepen en sites. En zo kwam ik op de site van Omroep Zeeland en ik zie daar een filmpje van die gasten. En ja, ik zag gewoon mezelf voor mijn gevoel. Ik dacht, ja, daar moet ik iets mee. Hij ging zelfs zo ver om de 2300 euro uit eigen zak te betalen en ze uit te nodigen in de studio. Dus ik zal alvast vandaag die 2300 euro overmaken. En dan kunnen we in ieder geval weer beginnen met uitzenden. Ze zijn er tot nader orde mee gestopt. Omdat zij, logisch, als je 12 bent, dan ben je niet echt bij macht om 2300 euro te schokken. En ik en vele luisteraars met mij, die gaan zoiets van, ach jongen, dan vragen we wel een plaatje aan. Gaan we morgen een hele kleine serious request voor deze jongens doen. Naast Giel Beelen heeft ook Hans Breen van Radio Goes gereageerd en wil de jongens graag helpen. Ik wil ze proberen te helpen om de mogelijkheid te bieden om straks live te kunnen gaan via de organisatie Radio Nomi, die een stream kunnen afleveren voor de jongens. Ja, je luistert naar Radio Goes tot de klokje van 4 uur en ook natuurlijk op verzoek hier bij Radio Goes. Ik wil ze ook even de mogelijkheid geven om voor nood, als ze willen uitzenden, om uitzendtijd bij Radio Goes te geven. Het was voor de jonge DJ's wel even schrikken toen ze vanochtend wakker werden gebeld door Giel. Maar zijn natuurlijk erg blij. Omdat Giel Beelen ons 2300 euro sponsort, zodat wij weer het hele jaar kunnen uitzenden. We zijn net live met DJ Daan en we gaan er een leuke avond van maken met de best top 40 hits. Omroep Zeeland, Giel Beelen, Hart van Nederland, media-aandacht genoeg. Maar wat vinden de jongens zelf daarvan? Het is wel leuk en zo, maar het is soms wel vermoeiend en zo. Het is ook wel heel erg leuk, zeg maar, dat we gewoon op tv zijn geweest en dat we morgen naar de uitzending mogen van Giel Beelen in Hilversum. Maar jongens, onwijs bedankt. Ik zie jullie... Niet alleen de DJ's zijn erg blij dat ze binnenkort weer kunnen gaan uitzenden, maar ook hun luisteraars. Hoi